Minister Albert Ramdien van het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat in op vragen betreffende het buitenlands beleid. Zo ook met de relatie tussen Frans-Guyana met betrekking tot de vermissing van een jonge Surinamer. Ik denk dat we kunnen spreken sinds begin van dit jaar over een volledig hersteld buitenlands profiel van Suriname, zonder twijfel. Wat we nu doen is daarop bouwen, voorborduren. Ik kan u zeggen, we hebben daarom een aantal nieuwe gebieden geïdentificeerd waar we nadrukkelijk willen kijken welke samenwerking mogelijk is. Laten we ook duidelijk zijn, we hebben vanaf het begin gezegd dat we gaan naar een verbreding van relaties. Ik wil wel een overzicht verschaffen, misschien volgende week, over het aantal nieuwe honorair consuls, de nieuwe diplomatieke betrekkingen die we zijn aangegaan. Want ook wij hebben niet met alle landen formele diplomatieke betrekkingen aangegaan. We hebben een aantal wel geformaliseerd. Binnenkort is er een nieuwe die vraagt daarom. Dus ik zal u een overzicht daarvan geven, zodat u dat heel concreet heeft met landen enzovoorts. Maar daarnaast hebben we ook afgesproken dat onze ambassadeurs die de mogelijkheid hebben om een mede-accreditatie, dat we daarvan gebruik gaan maken. Dus zo hebben we in Zuidoost-Azië recentelijk de accreditatie van onze ambassadeur in Indonesië gehad in Maleisië. We willen kijken wat we met Maleisië nog verder kunnen doen. Binnenkort heb ik een gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken. We hebben in Europa binnenkort onze ambassadeur die in Finland mede geaccrediteerd is, geloofsbrieven zal aanbieden. Binnenkort in Canada, in Mexico. Dat zijn mede-accreditaties en dat kunnen ook mogelijkheden creëren. We hoeven niet overal een ambassadeur of een ambassade te hebben. Maar dat is een verbreding van ons diplomatiek profiel. Daarnaast kijken we specifiek naar bijvoorbeeld in Turkije, waar we nu een niet-residerende ambassadeur hebben, de heer Manoçin Dori. En we hebben ook intensievere betrekkingen met Saudi-Arabië en met de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is in het Midden-Oosten. Dus u ziet, langzaam gaan we wel, maar we doen het heel voorzichtig. En we kijken naar handelsvolume, we kijken naar wat zijn de mogelijkheden, de investeringen. En ik ben ervan overtuigd dat het uiteindelijk zal leiden tot een verhoogd profiel van Suriname in de wereld. We hebben de meest belangrijke relaties reeds hersteld en aangehaald. Ook met Venezuela in de regio, ook met Brazilië. Wij mogen verwachten de komst van de Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken nog dit jaar. Voor wat betreft het gemeenschappelijk overleg om de bilaterale samenwerking te inventariseren. Ik heb hem uitgenodigd om ook bij de onafhankelijkheidsviering aanwezig te zijn. Ook de gouverneur van de staat Para is uitgenodigd bij die gelegenheid. Er is alleen maar om aan te geven dat we dus van verschillende momenten gebruik maken om verschillende activiteiten uit te voeren. Wij zullen de bilaterale samenwerking tussen Suriname en India formeel in de Joint Commission ook in oktober aan de orde stellen. En hetzelfde geldt voor de bilaterale samenwerking met de Verenigde Staten. Dat gebeurt normaliter in juli elk jaar. Nu is voorgesteld door de Verenigde Staten om dat in november te doen. Dus er is een datum al uitgezocht en overeengekomen om die bilaterale samenwerking verder te inventariseren en van daaruit weer te bouwen. Het laatste is de strategisch dialoog en samenwerkingsverband tussen Suriname en Guyana. We zijn nu bezig om de agenda op te stellen om ergens in oktober, eind oktober, dat de twee staatshoofden met elkaar van gedachten wisselen en een rapportage krijgen van de samenwerking op de verschillende terreinen. Dus we zijn bezig nu met de verschillende werkgroepen om een stand van zaken te krijgen. Dus u ziet, er gebeurt vrij veel in termen van ons. We zijn enorm actief op het veld in het buitenland, maar dat hoort ook zo te zijn. We gaan een mooie toekomst tegemoet. Er zal veel belangstelling zijn, dus wij willen graag dat ieder daarvan weet. Maar we krijgen ook buitenlandse missies. We hebben vele Chinese missies hier die zaken willen doen. We hebben Zuid-Korea gehad. Er zijn ook andere geïnteresseerden uit andere landen die hier aanwezig zijn, Brazilië onder andere. Dus al met al ben ik zeer tevreden over het profiel zoals het er nu uitziet. U had vorige week aangegeven dus dat u gesprek zou hebben met Frans Omoliba over de ontwikkeling van de
toestemming van de Franse regering voor zo'n actie. Heeft u een update voor ons? Nou, we hebben inderdaad dat gesprek gehad vrijdag afgelopen met de chargé d'affaires. En we hebben inderdaad dus aan de orde gesteld waarom het zo lang duurt voordat we een reactie krijgen. Ze hebben aangegeven dat dus de regelgeving bij hun is dat ze op grond van bepaalde overeenkomsten toestemming kunnen verlenen aan gewapende machten van andere landen om op hun terrein te komen. Er is aangegeven dat van hun kant uit de civiele autoriteiten, in dit geval dus dat is politie, wel toestemming zou worden gegeven, maar de militairen niet. Omdat dat niet in de overeenkomst is opgenomen tussen Suriname en Frans-Guyana, de facto Frankrijk. Dat is de overeenkomst van 2006, meen ik. Wij hebben wel aangegeven dat we dan wel jammer vinden dat ze, alhoewel in de brief voor beide groepen werd gevraagd, dat ze niet aan ons tijdig hebben doorgegeven dat politiefunctionarissen, politieeenheden, wel zouden kunnen assisteren. En daar is geen direct antwoord op gekomen, want zij hebben ook toestemming nodig vanuit hoofdkwartier in Parijs. Wat we wel hebben afgesproken, want ik heb wel aangegeven dat dit niet een tweede keer moet gaan gebeuren. Wat we wel hebben aangegeven en overeengekomen is dat we op de agenda plaatsen een aanvulling van de overeenkomst tussen de beide landen, die overeenkomst van 2006, waarbij we voor dit soort situaties een verkortere procedure gaan afspreken. En dan is het niet alleen in geval van vermissing of andersoortige calamiteiten, maar zeker ook op het stuk van bijvoorbeeld als er een probleem is, een natuurramp bijvoorbeeld, of een gezondheidssituatie, dat we dus sneller kunnen reageren, humanitaire aangelegenheden. Daar is men wel mee akkoord gegaan, dus wij hebben dat op de agenda geplaatst van de River Council. En ik heb vanmorgen nog een gesprek gehad met het team om dat zo gauw mogelijk op te pakken, zodat we amenderingen doen of aanvullingen doen aan de overeenkomst. Het is betreurenswaardig. Gelukkig is het allemaal redelijk goed afgelopen, maar we willen dus zeker niet een tweede keer hebben. Hadden we niet misschien harder met onze vuist op tafel kunnen slaan van onze kant uit van het is om een militaire actie? Ja, dat hebben we ook gedaan. Maar nogmaals, je kan hoe hard slaan op een tafel als je wil. Het blijft een soeverein land. Naast, wij zouden het ook niet plezierig vinden als wij geen toestemming hadden verleend dat zij dan toch nog zouden komen hier bij ons. Dat zou niet gebeuren. Dat zijn vervelende issues. Maar we moeten voorkomen dat dit gebeurt. Humanitair is absoluut de reden waarom wij ook hebben aangedrongen op verschillende manieren om een resultaat. Het heeft veel langer geduurd dan nodig was.